see me in the spotlight, ooh, I'm gonna love your sound. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight, ooh, I'm gonna love your sound. Uh-huh, show me what you got, now come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. De voorrijmotor zich in beweging kan zetten. We gaan zo dadelijk van start met de wedstrijd voor nieuwelingen. 40 kilometer koers, 36 rondes. En meneer Kinstra namens Custom Partners kan het startschot gaan lossen. Kijk eens hier, wat een flinke knal. Heren Kreus, veel succes jullie. Uiteraard ook volop aandacht voor de jongens van de organiserende vereniging, wielervereniging Breda. We gaan kijken wat we hiermee gaan doen, Johan. We gaan kijken naar de doorkomst hier van de leider in de wedstrijd. Daan Hoeks hier in de langgerekte en gekleurd lint. Negen punten verzameld door Daan Kool en we hebben vijf punten verzameld door Ties van Rijsbergen en die stand onder leidersprijs. Van AB InBev. We gaan de kop van de wedstrijd krijgen hier met Karsten Boske, met Ties van Rijsbergen en met Ryan Kapp. Hoe doet dat ook niet met Daan Hoeks? En ook geweldig rijden Robert Razenberg. Kop van het peloton hebben we hier Erben van der Meer. In de achtervolgende groep ook de man van de organiserende vereniging, mede-organiserende vereniging, wielervereniging in Breda, Robert Razenbergen ter Heide. Dit jaar goed voor een vierde plaats in Oud-Wossemeer en ook een schitterende vijfde plaats in het, of zesde plaats in het Belgische Essen. Maar vooraan de kop met Ties van Rijsbergen, met Karsten Boske en Ryan Kamp, de winnaar van vorig jaar. Hier is de Hofstweer in Amersfoort. Klopt door de bocht. Voor de leegste landen die al rondom over punten heeft gehaald. Kijk eens wat een schitterende zegen voor nummer 32 Daan Kool. Op de binnenkant de wedstrijd, bijzonder actief was. En ook de snelste sprinter zijn geweest in de schikking. Dames en heren, opletten op het belsignaal. Heel veel succes. Hier gaan ze de flitsende vaart vandoor. De volgende start ook 500 meter is er af te leggen. 1 ronde bij de jongens. Veel succes aan jullie, hier gaan ze van start. Furieus van start moet ik zeggen. Dan gaan we kijken naar de actuele situatie. Een coureur heeft het hazenpad gekozen. Is er alleen van doorgegaan als een speer komt hier voorbij geflitst. En de laatste ronde voor Quinten Rotter. Van de peloton hier voorbij komen. Met ook in die bal Mons daarbij. Ook Simon van Beek voorin. En hier gaan we de belleider voor het kwijtal dat hier voorbij zien komen. Laatste ronde voor Jelle Smits en voor Boris Tiesing. Gevolgd door nummer 12 door Melanie Woering en Italiaanse Elena Valentini uit Bolzano. Zes premies bij terugkeer, mede mogelijk gemaakt door de bijzondere medewerking van Stoof Zuiderleven, Willems en Schildersbedrijf in Babel, VFQBV, Vergeet mij niet bloemen, van hoort op het begin van de laatste tijdens fysiotherapie, uitspanning de Passanterie. Media BV, titulaar Westerterm, Topsen administratiekantoor. Komt hier voor mij op 35 seconden achterstand. Ook voor Celine nog 37 ronden te doen. Dames op de zevende plaats op 50 seconden met Marjolein Klaassen, hier de hoek in Ilse Miltenburg. Onze
achter de bel voor de laatste ronde krijgen, voor de laatste 1100 meter. Sandra van Vechel uit de Brabantse S. Femke van Kessel uit 11. Rijdend voor de wielervereniging Breda. Dat was de bel.